Een sponsorloze Evert van Benten. Geen grote reclames op de kleding van de man die, u weet het natuurlijk nog, door het Nederlandse bedrijfsleven geadopteerd zou worden nadat hij in 1985 voor het eerst de Elfstedentocht won. In augustus raakte hij zijn sponsor kwijt. Hij heeft nog geen nieuwe. We zitten zonder hoofdsponsor eigenlijk. En nou, ze zijn ermee aan het onderhandelen. Ik heb een contract voor 2 jaar met Intervoetbal. En die zorgt voor een sponsor. En zover ik weet, zijn ze in een heel ver stadium. Dus ik hoop dat er heel snel een sponsor is. Je bent ook vrij laat dit jaar je vorige sponsor kwijtgeraakt. Waarom zijn die eruit gestapt? Ja, hoe alles precies in elkaar zit, weet ik niet. Maar ja, mijn vorige sponsor die zat eerst in de wielrennerij en toen in het schaatsen. Ja, die hebben nu andere sport gezocht. Ik denk dat ze steeds minder uitgeven voor sponsoring. Nu wat problemen met nieuwe sponsors. Een vorige sponsor die eruit stapt. Betekent dat dat het marathon schaatsen in het algemeen voor het bedrijfsleven niet zo interessant is? Nou, ik weet het niet. Het is, marathon schaatsen is wel interessant. En, zeker als het gouden natuurreis is. Ik denk dat je hebt van zomer zoveel sport gehad, Europese kampioenschap, Olympische Spelen. Dus veel bedrijven die zijn er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Mensen denken ook nog niet aan het schaatsen om het ogenblik. En ik denk zo gauw, nu komen er weer beelden en het schaatsen begint eigenlijk weer. En ik denk dat er straks dan weer sponsors zijn. En nou, als het gouden natuurreis is, ja, dan wil iedereen eigenlijk wel sponsoren. Dus zo raar is dat eigenlijk. En ja, zo veranderlijk is een mens en een bedrijf ook. En dat ik wel ondervonden, ze gaat natuurreis is en je rijdt een beetje goed, ja, dan komen ze allemaal vragen. Er leeft een beetje de indruk dat het marathon schaatsen niet zo populair is geworden zoals iedereen verwachtte. Heb jij dat idee ook en waar ligt het dan? Nou, het is, kijk, marathon schaatsen is wel populair als men op natuurreis is. En kunstreis, ja, je ziet toch, ja, dat stagneert eigenlijk een beetje en... ja, ik vind dat we, als je ziet dat ik 4 jaar geleden derde van Nederland werd, 4e in de Cup, dat ik toen nog voor een shirtje reed, dan vind ik dat in 4 jaar toch heel veel veranderd is. Maar het stagneert op het ogenblik wel een beetje, ja, dat wel. Maar weet je waar dat aan ligt dan? Ja, ik denk dat het ja, voor de televisie en voor de mensen te weinig overzicht is, 100 ronden, ja. Is er wat aan te doen? Nee, ik denk dat er heel weinig aan te doen is. Ik denk dat wat dat betreft de 400 meter te kort is. En dan is het moeilijk te zien of die 1, 2 of de andere 3 ronde voorsprong is. Om dat bij te houden. Jij bent op kunstijs niet een van de besten. Moet er voor jou weer een seizoen met natuurijs komen om weer een beetje eruit te springen? Nou, ik heb op kunstijs wel goed gereden. Dus het moet eigenlijk wel kunnen, maar... ja, voor mij is natuurreis natuurlijk het belangrijkste. Ik weet zeker dat ik op natuurreis tot de top behoor. En ja, daar is dan ook alle aandacht op gericht. Als de natuurreis is, is de media, is de televisie er. Want de rest, de voetbal en alles ligt stil. Dus dan hebben we belangstelling. Dus wat mij betreft moet er van winter natuurreis komen. En ik denk dat het ook goed voor het marathonschaatsen is. Komt de natuurreis? Nou, ik hoorde net iemand, die was een jaar gestopt. En die was van, ja, deed weer bij de aanrijders mee. En toen vroeg ik hem waarom die weer mee deed. En toen zei hij, er zitten veel eikels aan de bomen, dus we krijgen natuurreis. Dus ik denk het wel, ja.